zijn nog steeds onderweg naar Herend. We zijn vanochtend tegen 6 uur bij Boord Meerbeek vertrokken. We hebben boven de sluis overnacht. En nu gaan we onderweg naar onze losplek. Gaan we de voorlaag een beetje door? Ja. Die allemaal los en nog bij kan. Ja, maar die zijn verzorgd dat deze niet door het zout kan. Okay. Ja. Dit sluis Kampenhout, dat is altijd een beetje een vreemde sluis. Ligt in een bocht. Ook de sluis zelf is krom. En met in- en uitvaring moet je nog wel opletten dat het niet in de kant terecht komt. Voor ons gaat het allemaal wel. Maar als je echt met een camper naar komt, denk ik dat het niet eenvoudig is. Het achterschip is nu naar stuurboord laten overkomen. Zodat ik zo bij het uitvaren het voorschip kan afduwen. Door de kont naar bakboord in te sturen. Zodat we wat extra ruimte hebben bij het uitvaren straks. Je ziet dat die wal er een beetje tegenover ligt. Zodat we daar zoveel mogelijk al een bocht kunnen gaan maken. Kopsoef gebruiken we dus in dit soort gevallen nooit. In de sluis is nu diepte genoeg, maar zodra we eruit zijn, niet meer, dan heb je weer de kanaaldiepte. Dat is niet zo goed voor onze kopschroef. We zijn dus eigenlijk bezig om schuin de sluis uit te varen. Dus ik moet even oppassen dat ik aan de zijkant aan stuurboord niet raak. Maar straks vooral ook aan de achterkant aan bakboord. Dat kun je helaas niet op de film zien. Maar voor gaat het wel lukken. We moeten ervoor zorgen dat ik die achterkant goed vrij kan houden. Dat hoge gebouw recht voor ons, daar zit de centrale bediening van de sluizen en de bruggen. En ik ben dus nu voornamelijk in mijn bakboord achteruitkijkspiegel aan het kijken. Of we alles wel misvaren bij de kont.
Maar dit is dus typisch kanaal voor haar. Lange rechte stukken. Weg naar de volgende brug, de volgende sluis. Op het kanaal kan een vrachtschip, over het algemeen, niet hard varen. We hebben onze waterverplaatsing en dat water moet gewoon weg. Dat heeft tijd nodig. Hoe harder je gaat varen, dan maak je alleen maar meer golven. Dan kom je nog dieper te liggen.
Bij het invaren kijk ik dus ook weer in mijn spiegels aan de zijkant. Vooral een bakbord in dit geval. Het gaan een bakbord aanleggen. Dus ik kraal zoveel mogelijk aan de bakbordkant van de sluis invaren. Maar ik moet wel even zorgen dat de muurtjes vrij varen. En, dus, en Veronica kijkt ook nog aan de voorkant hoe ver we af zijn. Ik begon ondertussen te lossen. We hebben eerst een klein beetje uit de achterkant laten weggaan, het achterschip. En nu gaan ze van voor naar achter lossen. En onze lading wordt hier dus in een vrachtolietje overgeslagen. En als die één keer vol is, dan rijdt hij naar de silo. En dan kiept hij hem daar leeg en dan komt hij weer terug. De voorraam is inmiddels leeg. Dus de bobcat die ze gebruikt hebben voor het aanvegen, die wordt er nu uitgehaald. En die wordt achter neergezet. En dan gaan ze het laatste stukje doen. Nou, we zijn gestopt met lossen. Moest niet eens zo heel veel meer, maar blijkbaar is er iets aan de hand met het vrachtwagentje. Dus we gaan het beleven. Blijkt dat ze bij het heen en weer rijden de gasolietank van hun vrachtauto kapot hebben gereden. Dus moet ze eerst uitzoeken wat ze gaan doen. Dan zal er een reparateur moeten komen. Dus ik moet nog zien of we leeg komen vandaag. En dat is vooral voor de MIBA een beetje vervelend. Die zou achter ons gaan lossen. Ook vandaag nog leegkomen. Die heeft ons voor laten gaan. Maar of dat nog gaat lukken, dat zal nu wel niet. Nou, ze krijgen hem niet echt gerepareerd, maar ze hebben een noodreparatie uitgevoerd, zodat wij in ieder geval nog leegkomen. De MIBA gaan ze niet meer aan beginnen vandaag, dat wordt na het weekend. Maar ze gaan ons nog even leegmaken. Je ziet als we een schip lossen, gaat het eerst met de kraan, met de grijper. Daar worden de grote hopen mee weggehaald. En dan gaat een bobcat gaat het allemaal bijschuiven. Eigenlijk weer bergjes maken die die grijper kan beetpakken. Het wordt vanaf 6:30 wordt licht. Als we dan vertrekken zijn we rond 9:30 bij het zendergat. Nu wordt alles dus met de hand met een bezem bijgeveegd. En als dat klaar is,
komt de grijper weer in het ruimte staan en dan wordt het met een schop het laatste restje in de grijper gegooid. Zo, we zijn leeg. Even dichtleggen en dan is het weer klaar. We hebben zogenaamde wegwaarluiken. Die leg je met de hand open en dicht. En het is de bedoeling dat ze met de groeven in elkaar komen te liggen als een soort dakpannen. Dan vormen ze een waterdicht dak boven het ruim. En als de luiken enkel liggen, gaan er kleppen overheen om te zorgen dat ze niet weg kunnen waaien. Want ze zijn vrij licht en daardoor erg gevoelig voor wind.